Ja, hier is Visser weer en ik ben hier met Remco. En dit is natuurlijk de Champions League wedstrijd tussen Feyenoord en Shakhtar Donetsk. Als ik het goed uitspreek. Dat klinkt goed, ja. Klinkt wel aardig, hè, voor iemand die niet Russisch... De eerste belangrijke thuiswedstrijd van deze week voor Feyenoord. Ja, want ze hebben een aardig schema. Volgende week is dit weekend is dus tegen... Ajax, inderdaad. Ik ging nog even twijfelen, maar... En daarna heb je nog, met een uit tegen Shakhtar Donetsk, toch? Zoiets. Ja, maar het is sowieso echt lastig. Maar sowieso, dit is ook heel belangrijk. Want als ze dit verliezen nu... Thuis verliezen, dan is het klaar. Dan speel je niks meer. Dan ben je net klaar. Dan is het een wonder gebeuren, maar... Ja. Je kan natuurlijk wel uit dan weer winnen van Shakhtar. Dus het is niet helemaal zo gezegd, maar het is wel... Ja, je zit wel in de shit, zeg maar. Ja. Maar hier lijkt Shakhtar nog wel een beetje een gelijkwaardige ploeg. Maar ik denk echt dat het in het veld wel anders is. Maar je weet nooit, magie van de Kuip. Wat denk jij? Ik denk dat Shakhtar eigenlijk op papier sterker is. Ook gewoon nu nog. Ja, denk maar ook. Maar Feyenoord denk... wel een heel groot thuisvoordeel. En dat is wel fijn. Kijk, thuisvoordeel. Misschien kunnen ze gelijk spelen. Maar ik ben echt bang dat ze gaan verliezen. Maar dat... Misschien, zoals ik zei, thuisvoordeel. Ze kunnen echt wel een puntje pakken, minimaal. Ja. Maar ze moeten winnen, hè? Want Shakhtar heeft gewonnen van Napoli, hoorde ik. Dat is niet best dan. Dus dan moeten ze wel winnen, ja. Moeten ze winnen. Wij als Ajaxide wensen in ieder geval Feyenoord natuurlijk heel veel succes gewoon. Want wij zijn voor het land clubvoetbal in Europa. Waarover... Ja, Nederlands voetbal kan wel punten gebruiken trouwens. Hè? Want voor mij hebben ze alles nog verloren. Dus het gaat lekker. Het gaat heel erg hard, ook met de punten Europees gezien voor Nederland, zeg maar. Het gaat gewoon heel erg snel naar beneden. Nou, we gaan hier wel over naar de wedstrijd. Gaan we dan Kuip uitverkocht? Kuip is uitverkocht, zal ongetwijfeld wel. Natuurlijk hier een steentje. Ik heb ze na hem even uitgehaald, want die zat voor mij helemaal in de doping shit en zo. Dus voor mij gaat hij niet spelen. Oh! No! Jij zit al! Iedere vijf rijdt net wel verkeerd aan. Maar ik was vergeten dat gewoon alles lekker... Met die Ferreira. Dat was heel stil hoor, in de Kuip. Nou, zeker als het zo snel gebeurt. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naar te gaan. Binnen kan power. Slecht delen. Maar hij gaat er wel lekker in. Nicolai Jurgensen. Ik zie dat jij Jurgensen al meteen opstelt. Je hebt scheid aan het weekend. Natuurlijk. We moeten wel winnen. Net begonnen en dan. Ja, dan moeten ze wel maar uitkijken. Ze moeten niet alles op Ajax doen, want als ze dit echt. Met een soort B-plan of zo gaan doen, dan verneuken ze het echt. Ze moeten gewoon allerlei volle bak spelen. Ja. Nou, serieus. Dat is de enige manier. Het slaat er ook nergens op dat je gewoon heel dat inhouden, dat je dan weer veel eens rust gaat gunnen en zo. Dat gaat helemaal nergens over. Je moet gewoon volle bak spelen. Dat is niet anders. Je krijgt er fucking betaald ervoor. Ja, het is makkelijk. Je zeg maar nu volledig focus op Feyenoord. Maar los. Nog steeds balbezit op de helft van de tegenstander. Bal voor het doel. Oei, ik dacht ik kan wel even uithalen. Ja, wat doet hij nou? Echt keeper, wel achteraan rennen, niet pakken. De bal wordt voor het doel gebracht. Als Filene daarin kan koppen, dan... God te leren op zo'n manier. Maar los. Gaan we, Benaar. Nee! Nou, te lang gewacht. Oh, wat wacht ik lang. Nee, kom op nou! Is het is niet Benaar, voor mij is het... Goed verdedigd ook weer. Nou, niet uit laten halen, dan hangt hij. Benaar is het. Overtreding? Wat dan? Oh, waarom moet die pirouette ook doen? Nee, dat is dat nou weer. Wat doet die verdediger nou toch? Die bal is voor de tegenstander. Kom op nou. Echt een heel zacht terugkoppetje.
De hoekschop komt in het strafschopgebied. Het gevaar wordt afgeslagen. Oh my god, slecht schot. Ja. Maar ik wilde hem ook helemaal niet zeg maar, op de rand van het strafschopgebied leggen. Ik wilde hem gewoon op het strafschopstip zetten. Schip. Lekker jongen, gaat lekker. Ja, hoe kut wordt dat is, zeg het maar eens. Strafschopstip. Ja, zie je. Lastig hè. Nou. Er staat echt helemaal nergens op. Marlos. Klinkt als een Braziliaan, maar ik zag toen dat hij uit Oekraïne kwam. Ja, in Oekraïne naturaliseren ze ook alle spelers. Nou, heb je nog een plan B of niet? Nee, die is helemaal weg. Of gaat nu de focus al op Ajax? Tyson. Zo die flare passen dan, dat kunnen het ook allemaal. Dank je. Oh, nou. Wat doet die keeper daar? Ja, weet ik niet. Wat doet die keeper daar? Ik heb die keeper helemaal niet... Je weet dat het niet Nederlands-Zweden is, hè? Dat ik met 7-0 moet winnen om door te gaan ofzo. Nee, maar ik doe helemaal niks met die keeper. Kijk maar, die keeper gewoon automatisch... Maar zijn is ver uit zijn goal. En die keeper die is echt dramatisch, echt waar. Ja, maar zou die weten dat hij zijn handen mag gebruiken? Of zou ze dat bij IE niet weten? Steeds in balbezit. Gevaarlijke. Nee, die vang ik. Keeper! Nou, dat kan toch niet? Die kun je toch gewoon vangen? Die kun je zelfs met één hand nog vangen als je weet hoe goed je keeper bent. Nee. Gaat er weer bij na. Wat is dat nou? Wat is dit verdedigend? Oh, wat zijn die follies kut, man? Nu mijn er ook een tribune in. Ja, weet ik. Het is niet te doen bijna. Misschien moet je echt gewoon heel zacht raken, dat je dan gewoon vol erin poeit. Wat ik doe eigenlijk is meestal aannemen eerst. Ja, maar wil je ook schönig kijken of wil je ook gewoon... Ik wil eigenlijk wel gewoon scoren. Als ik erin. De bal wordt in de 16 gebracht. Net over. Nou, ik heb nou toch wel een goaltje verdiend, toch? Of niet? Ja, maar ja, net terug van blessures, hè. Dan zie je dat. Toch een beetje scherpte weg. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten de tweede helft niet van die andere ploeg. Maar wel echt, ik moet. Met serieus, dit team speelt echt zo lekker. Hij komt nu op een afstand. Gewoon lekker veel, hoe heet dat? Lekker veel buitenspelers. Of buitenspelers, lekker veel dribbelaartjes. Oh! Massel heb ik. Hij slaagt erin die paas uit te halen. Oh nee! Oh, kut, sorry. Eigenlijk was een te late tackle. Maar ik kon hem nog raken. Maar is de kaart. Hij gleed naar de bal. Krijg gewoon een waarschuwing. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. Meen je dat nou echt? Ik weet niet, ik denk dat ik wel een kaart kreeg, want het was vol op de man, niet op de bal. Nee, ik kreeg niks. Ja, geel. Jawel, geel. Mooie vrije trap, maar deze doelman verstaat zijn vak. Daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Tijds. Scheid! Nee, scheid helemaal niks, hè! Ja, hield in, hè, gewoon! Zo! Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Oké, bij jou floot hij ook niet, dan was het inderdaad ook geen overtreding. Fredje! Oh, ik loop even weg. Uitstekend gezien! Hij staat op! Hij raakt hem nog aan, dus krijgen we een hoekschop. Hij heeft het ze nader inbrengen, maar dat wil ik helemaal niet. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Een gevaarlijke bal. Hop. Waar de verdediging de grootste. Om die druk vandaan. El Amadi. Tony Villena. Zie je, maar AI die zit wel gewoon dicht op jou trouwens. Wat is dat nou weer? Dat wil ik toch helemaal niet. Ik wil toch helemaal naar de buitenkant. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Oh my god. Marlos recht op het doel af. Scheids? Ik deed een fake shot deze. Oh, nu faal ik. Mogelijk een goede kans hier. Scheid, jongen, ik ben iets te laat. Ik wil nu meteen te fluiten. Had de voorzet gewoon gegeven. Ik wilde alleen die voorzet eruit blokken. Scheid is dan gewoon weer geel natuurlijk. Maar ondertussen word ik al een beetje uit de wedstrijd getrapt, hè? Ja, dat helemaal nergens voor nodig is. Daar gaat een goede kans verloren omdat hij zijn hoofd niet goed tegen de bal krijgt. Verlengt hem met het hoofd. Ik voel gewoon weer een sliding aankomen. Wow, hoe kan ik die verdedigen? P!
Ik deed niks! Nee? Echt een penalty! Ik deed niks, ik nam hem gewoon aan met mijn voet! Ja, dit ga ik weer, dit wil ik terugzien. Kijk dan, ik doe niks, aannemen met mijn voet! Maar what the fuck? Soms heb je dat eens, hè? Wat een bol. Oh kut, is ook niet. Ik wil deze dan. Nee! Nee! Zie je waar ik ga schieten? Nee. Ik gokte. Maar ik liet zeg maar die ene hoek liet ik ietsje openen. Ik dacht van, nou, dan ga je daar wel heen. Toen dacht ik, laatst van, dat zou je wel niet doen. Nu ik heb gewezen naar die andere hoek. Verre hoek. Komt ie. Oh, matig schot. Oh, hij houdt hem gewoon vast, hé. Voor het eerst, hé, dat hij een bal vasthoudt. Ja, dat is echt ongelooflijk dit dan. Oh, verkeerd gestapt. Stepanenko. Goeie namen wel, hè, die Oekraïnse namen. Overduidelijk de sterkste. En de andere hobbelt er maar wat achteraan. En zo zal de wedstrijd ook eindigen, ben ik bang. God, kleren! Ja, mijn speelset lijkt gewoon altijd goed te staan. Ik ben ze niet eens, ze hebben de bal al. Oh, nu bij jou ook. Zo, mijn verdediger loopt opeens ook helemaal weg. Taras Stepanenko. De bal ligt voor het oprapen. Wat, dan gaat hij daar naartoe? Hij moest naar midden! Nou, ik kom tweede helft ook niet meer aan te pas. Scheids. Maar scheids. Ja, als hij daarvoor fluit, dan penalt hij mee. Nou, nah, daar gaat er echt nooit in. Ik kan nog echt maar een dag doorspelen. Maar gaat never ga ik scoren. Nooit. Nooit gewoon. Ik weet niet of als ik wel schiet of ze dan wel erin gaan. Dat was gruwelijk mooi. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Hallo, doe fuck. Nee. Hier, ik loop gewoon erin. Oh, ah, ja, een loppie ook nog. Ja, dat wilde ik niet. Ik wilde zeg maar, ik was al bang dat ik de scheidsrechter! Echt waar, echt vier man ben ik eruit. Ja, tijd is tijd. Ah, jongens. Veel schoppartijen gezien. Nou, ik ben ook uit de wedstrijd getrapt, gewoon, letterlijk door jou. Ja, ben ik, joh, je hebt echt heel veel gele kaarten. En die eerste gaat erin natuurlijk ook weer via binnenkant paal, onderkant lat en weet ik veel. Eén goede helft. Hier, ik had gewoon net zoveel schoten, alleen niks ging op doel bij mij. Nou, één voordeel. Hier, jij overtreedt je 5, hè, fucker. Eén voordeel, we hebben altijd fout, dus dan is goed nieuws. Je hebt 4 gele kaarten gepakt, gewoon. Gewoon eruit getrapt, weet ik. Nou, dat valt best wel mee. Tjonge, tweede helft van een paar, en die penalty, die was je ook vergeten. Nou, die penalty gaat ook nog. Ja, maar ja, oké. Okay. Nou, ik denk trouwens wel dat ik een paar goals had verdiend. Maar... Ja. Maar ja. Ja, je krijgt niet altijd alles wat je verdient. Maar voordeel, Feyenoord wint dus. Soms heb ik gewoon een hekel aan jou, hè, met je opmerkingen. Maar wel, maar zoals ik zei, Feyenoord wint dus, dat is goed voor Nederlands voetbal en dan ja, toch 3 puntjes in de pocket. Ja, vergeet niet een like te geven op deze video en tot het weekend maar weer. Later, bye bye.